Achter mij ziet u staan Mediamarkt, maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. Dit is ook de laatste keer dat ik die term genoemd heb. Want daaronder is het begin van de tunnel. En de tunnel was zo'n 20 jaar geleden een plek waar Utrechters liever niet kwamen. Want in die tunnel woonde een zeer groot aantal verslaafden of anderszins psychisch gestoorden die geen dak boven het hoofd hadden. En de berichten die ons bereikten uit die drugstunnel waren niet zo best, om het maar heel, heel voorzichtig te formuleren. Er was daar sprake van roof, van verkrachting. De hygiënische toestand was echt volstrekt intolerabel. Het was, als je er ooit beelden van ziet, was het iets van een diepe, diepe treurnis. Toen was de vraag natuurlijk, wat moet de gemeenschap daaraan doen? Want daar moest iets aan gedaan worden. Het kon niet verder zo existeren als het was. En de gemeente Utrecht heeft toen besloten om hostels te bouwen op verschillende plekken in de stad, waar die mensen in principe opgevangen zouden kunnen worden, waar ze een stabieler en rustiger leven zouden kunnen leiden. Maar u voelt wel dat hostels in een buurt met verslaafden, dat ook alle mogelijke lokale buurtproblemen heeft gegeven. En over dat hele hulpverleningsmodel, de hostels, want die hebben goed gewerkt, gaan we nu praten met Annette van der Akker. Ja, Maarten Vogels. Annette van der Akker. Ja. Voor de Hellepoort, want dat was het toch? Dat was het, de Hel van Dante. Ziet er nu fris rood-wit uit, zoals de kleuren van de stad Utrecht zijn. Voor het fris zou ik in heel hoop katerijnen niet graag gebruiken, maar goed. Oké, relatief fris, maar dat was het toen niet. Als je hier op de fiets voor werk kwam, en dat kwam ik in ieder geval 2 keer per dag, op weg naar de GGD, dan sloeg de stank en de ellende je in je gezicht. Er liepen mensen volkomen van het pad af, zo over straat. Er werd geschreeuwd. Je zag, zelfs zonder dat je naar binnen ging, dat het daar een verschrikkelijk oord was. Nou, dat was het ook. Dat is niet alleen de tunnel, het was ook daarboven. Een heel hoog katerijnen. Hoog katerijnen bood eigenlijk ideale omstandigheden aan daklozen. He, met een relatief hoge temperatuur, overdekt, droog, alles wat je maar kunt verwachten als je dakloos bent. Klopt. En mensen waarbij je kon bedelen, die je om hulp kon vragen, een plek waar je kon gebruiken. Of stelen in de winkels, begreep ik. Ook. Dus het was niet verbazingwekkend dat het uitgroeide tot een heel onherbergzaam oord. Heel hoog katerijnen. Maar vooral hier, de tunnel, waar dagelijks zo'n 450 mensen wel 450? Ja, in wisselende samenstelling samenkwamen, soms woonden in een soort kartonnen stad. Op een goed moment was het intolerabel geworden eigenlijk. Je kon dat niet langer verdragen in het centrum van de stad in feite. Want je bent natuurlijk eerst geneigd om ze weg te jagen, dan zitten ze ergens anders. Ja. Probleem tijdelijk opgelost en dan jaag je ze daar ook weer weg en zo. Klopt. Wat is een oplossing voor zo'n toenemende problematiek? Er waren 2 belangrijke motieven daarbij. A, dit is een erbarmelijke toestand voor onze bewoners van Utrecht. Zo'n gedeelte van de bewoners van Utrecht, maar ook voor de bewoners eromheen. Ja. En het is een beroerd visitekaartje voor de stad. Dus daar moeten we wat aan doen. Aan die erbarmelijke toestand kunnen we wat doen als we ervoor zorgen dat mensen op een andere manier met hun middelen omgaan dan hier te gebruiken. En we moeten zorgen dat ze een vorm van onderdak krijgen waarbij ze zich veilig en weer mens voelen. Dat ligt eigenlijk ten grondslag aan het hart- en sociaal plan. En zijn er toen ook, waren er elders al dergelijke oplossingen bedacht? Uniek. Of
Dit nee, was uniek. Dit was absoluut uniek en daarom ook heel erg lastig om goed over het voetlicht te krijgen bij de hele stad. Weliswaar vond iedereen dat er wat moest gebeuren, ook aan de arme mensen, maar bij voorkeur niet in de eigen buurt. Dat de bedoeling is dat de buurt absoluut niet wordt getolereerd. Het slimme idee was toen om te zeggen, wij gaan woonvoorzieningen maken voor deze mensen en we doen er één in iedere wijk. Dus geen enkele wijk kon wijzen naar een andere. Per definitie een vrij kleinschalige aanpak. Dat was het uitgangspunt ervan. Dit zijn mensen van Utrecht, die moeten een plek krijgen in Utrecht en bij voorkeur in de buurt. Maar daarnaast creëerden we 4 gebruiksruimtes in het centrum waar mensen hun middelen konden gebruiken, hun drugs konden gebruiken. Op deze locatie en op de Rijnkade zijn gebruikersruimten geopend. Het is bedoeld als compensatie voor de tunnel die dichtgaat. Van de 4 is er nu nog 1. Nou, als je ergens het succes, of het slagen, kan ik beter zeggen, aan kunt afmeten, is dat het wel. Dat er nog maar 1 gebruiksruimte nodig is en daar komen nog maar heel weinig mensen. We zijn hier bij Hostel De Hoek. En we gaan nu naar binnen om daar een bezoek te brengen. Een leerzaam bezoek, daar ben ik van overtuigd. Ja. Daar. Hartstikke mooi, dankjewel. Ja, tot ziens. Bert, de bewoner van deze kamer, wil niet in beeld, maar daarom leid ik even rond. Opmerkelijke pauwen. Dit is toch een hele prettige kamer. Als je dit nou vergelijkt, we zijn begonnen bij die tunnel. En we kunnen zo naar buiten, dat vind ik ook wel leuk. Kijk, een hele aardige binnenplaats. Hier kun je een beetje beschut zitten als het in de zomer. Ja, dit is dus een van die hostels en dat ziet er goed uit. En hoe functioneert dit nu? Hoeveel mensen zitten hier ongeveer? Hier zitten 26 mensen. Dit was 1 van de 10 hostels die ontwikkeld zou worden in Utrecht, in iedere wijk 1. Dat is niet gebeurd. Er zijn er 9 gebouwd, 3 tijdelijk en er zijn er nu nog 5 over. Dat kun je wel een succes noemen. Dus als ik even doorreken, dan zouden er zo tussen de 100 en de 150 mensen eigenlijk in die 5 hostels zitten. Nou is dit hostel, naar ik begreep, voor mensen met een lichte verstandelijke beperking? Een gedeelte daarvan. Een gedeelte is Domus Plus, zoals men het noemt. En inderdaad hebben een licht verstandelijke beperking. Wat betekent dat je de kans dat ze kunnen gaan werken is wat minder groot, maar niet onmogelijk. Aha, want het idee is toch dat ze nadat ze een tijdje in dat hostel hebben gezeten, dat als het enigszins mogelijk is, dat ze een volgende stap zetten. Ja, maar dat is trouwens ook weer het succes van de hostels. We dachten in het begin van nou, het is al heel erg mooi dat we mensen onder dak kunnen brengen. En dat we hen een wat prettiger leven kunnen bieden. Niet meer in de buitenlucht en een beetje in harmonie. Maar toch voor zeker de helft van de mensen geldt dat ze verdere stappen konden zetten. Geldt niet voor iedereen. Sommige mensen zijn zo kapot door het leven wat ze geleid hebben dat het al heel mooi is dat ze überhaupt hier in dit hostel dan, kunnen dan zitten. Dan moeten ze in feite de rest van hun leven in het hostel slijten, als ik het goed begrijp. Ja. Dat kan en dat mag. Dat mag ook. Ja, dat mag absoluut. Je mag hier ook bij wijze van spreken 10 jaar wonen, ja. Langer wonen. Ja. En hoe zijn de contacten met, want dat was natuurlijk aanvankelijk een groot probleem, dat de omgeving zei, ja wacht nou even, dit is allemaal hartstikke leuk, maar wij willen geen hostel in de buurt, want dat geeft niets dan narigheid. Ja. Hoe is dat nu? Mensen waren zeer emotioneel daarover en zagen dat niet zitten. En ik moet je eerlijk zeggen, ik woon in de buurt van Hostel Witte Vrouwen. Toen er bij mijn prachtige park ook een hostel kwam, dacht ik ook, terwijl ik beter weet, wat voor effecten zal dat hebben op mijn leven en op mijn plezier in het leven.
Nou ja, in de praktijk is dat enorm meegevallen. Het is wel wezenlijk dat je met de buurt in contact blijft. Dat deden we via zogeheten beheergroepen. Waarin samen met professionals, het leger, de buurt en uiteindelijk ook hostelbewoners zelf, je kijkt hoe het gaat en wat er goed gaat en wat er, waar iets aan moet gebeuren of overlast is. Ja. Dag, Maarten Verossum. Asja. Dag, Maarten Verossum. Ja, wij komen even kijken. We vinden het heel fijn dat we mogen kijken. U heeft het heel gezellig gemaakt, vind ik. Ja. Ja. He? Bent u hier een beetje tevreden in het hostel? Ja. Ja? Ja. En hoe lang woont u hier al? 5 jaar. 5 jaar? Zijn er ook nog dingen waar u niet zo tevreden over bent? Of valt dat wel mee? Ja, natuurlijk. Ja? Voor het eten soms heb je 4 dagen lang hetzelfde eten. Of lawaai en bonken met de deuren. Ah, er zijn wel mindere puntjes, maar toch, als ik het zo zie hier op uw kamer, dan vind ik dat u het wel heel aardig gemaakt heeft. He? Ja, ja, ja. Bent u zelf ook wel tevreden over, denk ik? Ja, wel. Ja? Ja. Dit was Hostel De Hoek en ik moet zeggen, dat ziet er allemaal keurig uit. Ongetwijfeld zal niet iedereen 100% tevreden zijn, want waar is dat ooit het geval? Maar hier kun je toch, en daar gaat het me eigenlijk om, als je dat vergelijkt met de tunnel waar we begonnen zijn vandaag, dan is toch dat hostelbeleid eigenlijk een wonderbare zaak. Dat betekent toch dat de gemeente zijn verantwoordelijkheden heeft genomen, dat geldt ook voor alle verzorgende en opvangende instanties. En hier is iets heel moois verricht. Niet waar, vanuit sociaal gevoel, maar natuurlijk ook vanuit het idee dat kan niet verder daar in die tunnel, is men tot dat hostelbeleid gekomen. Waarvan ik begrijp dat het ook elders heel nuttige invloed heeft gehad. Dus op dit punt de vlag uit voor de gemeente Utrecht.